te waard? Ik heb geen idee, maar als ik het zeg, heel vol, ja. Volgens mij is het echt onwerkelijk vol, of net? Ja, dat is zijn bijzonder, omdat wij de ouderen het twee keer in Den Bosch, weer te bijzonder in Den Haag. Maar ja, dan mist mij een heel team. En nu binnen we hier met z'n twaan en dan komen ze echt wel even rus. En dat is wel wat oors, ja. Hoe is het bijzonder dat toen je kijkt oren in de kamer, wie echt een erehaag en iedereen klappen. Hoe is dat? Ja, ja, apart. Dat gewoon alle mensen zitten te wachten op die natuurlijk. Hè. Dat is ja, wat bijzonder en superleuk dat iedereen je kan wijzen. Voor jou ook, Celine. Ik bedoel, hoe, is het bizar? Ja. Ja, maar echt heel leuk. Geniet er even van. Ga ik doen. En dan Epke, hè? Willen we Epke, dames en heren, of zeggen we Epke, ga maar terug. Nou, we hebben Epke al. Daar is hij, Epke Zonderland. Epke, de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders willen je graag tot ereburger van de gemeente Heerenveen benoemen. De formaliteiten daarvoor, want daar hoort een echt raadsbesluit bij, dat volgt nog, maar het ereteken wat daarbij hoort, zal je worden opgespeld door de vicevoorzitter van onze gemeenteraad, Arend Duiker. Nou, dat is een mooi moment, dames en heren. Ereburger van Heerenveen, Epke Zonderland. Eerst ridder en nu ereburger. Het gaat maar door. Epke, een hele korte reactie. Ridder en nu ereburger, waar houdt dat op? Ja, dat is toch fantastisch. Die waardering die je krijgt voor zo'n prestatie. Je bent er gewoon zelf mee bezig. Het is jouw doel. Maar dat het zo gewaardeerd wordt door zoveel mensen en door zulke instanties, dat is heel erg speciaal. Van huldiging naar huldiging, Epke. Hoe bijzonder bloot dit? Ja, het is telkens dat doors. Dus, we komen bij de thuiskomst en een massale opkomst. En dat daar in Nijbied in Den Haag, dat, nou, dan word ik ridderd en dan ben ik supervolle meesken. Alleen dan is het toch oors, want dan ben ik meesken van het hele team. En nu binnen ze van Celine en mij. En ze komen toch al een keer opdraven en kom maar, ik stond helemaal vol. Dus dat is gewoon vol bijzonder. En als dan maar die auto er toch in riest, dan is het een bekende gezicht. Dus dat is toch wel echt een eigen feestje dan. Ereburger van Heerenveen, hoe bijzonder is dat voor jou? Ja, dat is heel bijzonder, want het is heel oors aan een gouden medaille. Helje. Dat is een eigen doel en de gears ver. En nou, als het dan lukt, is het fantastisch. Alleen het eren van mij toch meesken en het waarderen van die prestatie, dat is even een overhaal. En ze dat zelf niet in de hand. Dus ja, dat is een hele eer dat zulke titels dan krijgt. Wees net volgens mij in een goed gezelschap qua ereburgerschap van Heerenveen. Wist je er al meer bij zit eigenlijk? Ik heb geen idee. Sven Kramer, Fobbe de Haan. Dat ik wel verwacht. Ja, J van den Berg. Nou, en Epke Zonderland, dat is een mooi rijtje toch? Ja, tuurlijk. Ja, dat is nog natuurlijk net zomaar. En ja, goed, dat is heel. Of een grote eer om daar in ieder geval in het rijtje te kunnen staan. Dankjewel. Ja, natuurlijk.